Maar we zijn dus een heel appartement aan het intekenen en allemaal meubels neer aan het zetten. Gaat die harder dan? Daar gaat hij. Die gaat hard, yeah. Oh, nee joh! Yo jongens, meisjes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag ben ik met... Met Ruben! Hey! En ik wilde zeggen goedemorgen, maar het is eigenlijk helemaal geen goedemorgen, want het is al vier... Het is al diep in de middag. Oh, het is al diep in de middag. Het is al bijna 3 uur. Maar wij hebben vandaag toch wel een leuke dag, want we gaan lekker uit eten. En we gaan vanavond bowlen met Danny en met Sam. Dus het wordt waarschijnlijk Niek, wel leuk. En Niek eigenlijk? Oh, weet ik eigenlijk niet. We gaan zo even bellen. Dat is wel leuk als Niek meegaat. Dat is wel lachen. Ja. Maar goed, we zijn nu onderweg naar de zaken van mijn vader, want we gaan daar gewoon eventjes... jij moet dan de pakketjes inpakken en dingetjes doen. Ja, ik moet nog, ja, en muziek. Ik moet nog een campagne opnemen. Dus we gaan daar eventjes dingetjes doen die moeten gedaan worden. En dan gaan we daarna weer leuke, gekke dingen doen. Dus let's go! Hey, 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 Niek Rozen! Hey, Niek. Hey, hey, let's go, hey. Hoe laat ben jij in Bloemendaal om te eten? Wanneer? Vanavond. Gaan we uit eten dan? Ja, en bowlen. En bowlen. Ja, ik ben aan het draaien tot na het eten, vriendelijke vrienden. Nee, helemaal niet. Tot hoe laat? Maar ik kan daarna wel bowlen. Tot hoe laat moet je draaien waarschijnlijk? Of tot hoe laat moet je? Ja, het is meestal met eten, dus het hangt een beetje vanaf hoe snel het gaat. Misschien 7 uur, 6:30 of 7:30. Oké, ja, dan moet je daarna maar langskomen. Ik kom wel even bowlen, ja, leuk. We zijn aangekomen op kantoor. En moet je eens eventjes kijken wie hier zit. Wat een businessman. Wat een businessman. Met zijn printertje en zijn pakketjes. Mooi, hè? Goed, hè? Echt prachtig. Hoe gaan de zaken? Ja, goed, hè? Je ziet hier. Pakketje. Nee, joh. Gaan we zo de post doen. Goed, toch, hè? Maar het is een rustige dag vandaag. Rustige dag vandaag? Ja, rustige dag. Maar dat is ook wel fijn dat er ook wat rustige dagen tussen zitten, toch? Anders moet je alleen maar beuken, ja, en zo. Ja, alleen maar rennen, flinken. Nee, dat wil je ook niet. Ja. Dat wil je ook niet. Je ziet het, hè? Op de zaak, met een lekker muziekje erbij. Staat die, hoor. Maar moet je eens kijken wat we aan het doen zijn. We zijn iets aan het inrichten. Met allemaal vette spulletjes, banken en allemaal mooie dingetjes. Maar ik ga nog niet vertellen waar het precies voor is. Dat leg ik later wel een keertje uit. Maar we zijn dus een heel appartement aan het intekenen en allemaal meubels neer aan het zetten. Dus ja, misschien dat jullie dan allemaal een beetje kunnen raden. Maar ik ga nog niet precies vertellen wat ik ga doen en hoe het allemaal zit. Maar goed, dat leg ik later wel een keer uit. Maar ik heb er hartstikke veel zin in en ik vind het hartstikke leuk om allemaal... Inderdaad, wat ik zeg, allemaal spulletjes uit te zoeken, dingen in te tekenen. En het wordt ook echt heel vet. Maar jullie gaan er nog veel meer van zien. Mami. Wil je daar mee ophouden? Sorry, wat? Wil je daar even mee ophouden? Achterlijk gedoe. Nee, je moet rustig doen. Ik kom met uit. Oh ja, dat is waar. Ja, rustig doen. Ja, en ik wil natuurlijk ook even... Weet je, ik zit de laatste tijd wel echt een beetje mee, jongens. Ik ga jullie er trouwens eigenlijk even voor neerzetten. Weet je wat het is? Ik zat laatst in mijn statistieken te kijken. Ja, ik bedoel, Ruben, mag het ook wel even... Ja, nee, ik luister. Ik zat laatst in de statistieken te kijken en er zijn gewoon zoveel mensen die naar mijn video's kijken, maar niet geabonneerd zijn. Echt? Ja, maar dat, nee. Zeg maar dat... Ja, nee. Finn. Gaat het? Nee. Ja, nee, ik vind het gewoon echt... Nee. Maar wat ik net ook al zei, er komen hele leuke vlogs aan. Met allemaal hele leuke nieuwe dingen, nieuw hoofdstuk, het komt er allemaal aan. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet het zeker niet eventjes te doen. En dat zou ik hartstikke leuk vinden, want ik zie dat zoveel mensen gewoon niet geabonneerd zijn, maar wel kijken. Dus abonneer gewoon eventjes. Ah, zo, Rup, ik zat er lang mee. Ik denk, het moest er even uit. Maar ik heb het nu gezegd, dus als het goed is, moet het nu goed komen. Nou, heel fijn om dit gewoon even met jullie te kunnen delen, jongens. Fijn. Wij zitten weer lekker in de auto richting huis. Danny en Sam en Sam zijn allemaal wel iets later. Dus we gaan nu in plaats van 6:30, 7:00 uur eten. Dat iedereen een beetje... Oh, maar ik heb honger. Ik ga zwemmen in mijn kardiolemmen. Wat een plaatje, wat een gezelligheid. Ik moet wel zeggen, ik word er gelijk weer helemaal vrolijk van. Het is echt een vrolijk liedje. Echt een vrolijk nummertje. Let's go. Rup is even mijn auto aan het afspuiten. Wat een toppertje. Want dat was een beetje vies. Mooi, hè? Ja, vind ik fantastisch. We reden bijna niemand aan zo. Hoe kom je nou weer aan dat ding, man? Huh? Hoe kom je nou weer aan dat ding? Dit verkoop ik. Nee, joh. Ja. Gekkigheid. Ik ben nu aan het lopen, want we kwamen opeens Sam tegen midden op de weg. Jij bent helemaal vanaf Alphen aan de Rijn hierheen gekomen. Pik, ben je knettergek? Maat, Alphen aan de Rijn. Het gaat echt snel als een ding, hoor. Laat ze even zien. Ben je gewoon de knop in? Nee, joh. Hij gaat nog hard ook. Ik zie Sam toch een keertje vol op zijn bek gaan straks.
Ik heb het net opgezocht. Alphen aan de Rijn is 2,5 uur fietsen. Moet je nagaan. Hij is gewoon op dat bord helemaal hierheen gekomen. Hij is echt helemaal knettergek. Maar blijkbaar verkoopt Sanders deze borden. Volgens mij is het nog niet online. Maar als het online komt, laat ik het wel even weten. Zet ik even in de comments. Maar dat ding gaat hard, hé. Maar echt, Sam, die gaat nog een keer op zijn plaat. Goh. We zagen Vincent. Kijk, doe zo heel zachtjes dat dingetje naar voren. Hoe gaat die harder dan? Ja, dat doen we zo. Eerst maar even oefenen. Ja, dit gaat al, toch? Dit gaat. Hij moet zijn tandje turven. Gaan we harder zetten? We gaan nu... Hij gaat maar één kant op, anders moet je... Oké, wacht. Ja, hij moet nu turbostandje. Turbostandje? Ja. Je gaat echt op je bek, hè. Niet in één keer hard gaan. Gewoon eerst heel erg bukken. Oké, ga maar. Ja, daar gaat hij. Ja hoor, hij kan het hoor. Het lukt hem aardig. Daar gaat hij. Oh, die gaat hard, hè. Ja jongens, het is een nieuw product. Een elektrisch longboard. Hij kan 50 km per uur. Super hard. Vooral in de zomer is het heel erg leuk. En zoals je ziet, best wel een aardig vervoersmiddel. Oké, daar gaat Ruben. Ja, nou, dat gaat in één keer. Zo. Dennert, daar is hij weer. Daar is hij weer. Ik wil eigenlijk niet dat je bij ons komt zitten, Dan. Dan, ik wil niet dat je bij ons komt zitten. Het is nog gezelliger geworden. Zet opeens de plezier. Ja, oké, ik ga dit een... What the fuck? Die man is echt... Hij is echt niet goed bij zijn kop, hè? Die man is echt knettergek. Ik heb chickie bij. Hè? Ik snap er echt geen kut van. We gaan nu met z'n allen naar de Bison Bowlingbaan. Alleen, ze zijn met drie auto's en Sam gaat op zijn bord. Hij is alweer. En hij is alweer weg. Hey boys! Bijna iedereen zijn eigen vervoersmiddel. Hey! Wat gezellig! Hey, je wordt best wel snel aan dat. Jij wordt sowieso nog een keer aangereden met dat ding. Ja, ik was net wel bijna aanrijden. Hey, joh, kijk die chick niet op de fiets. Zo, niet normaal. Dat was lekker? Geen mee. Oh. Ik vond het wel wat voor jou, Danny. Ja? Je mag nog niks aanzetten, hè? Ik zet nog niks aan. Nee, serieus. Geef dat ding. Geef dat ding hier. Nee. Geef dat ding hier. Geef dat ding zelf. Danny, je moet echt heel rustig zijn. Dan, echt rustig. Hier, dat doe ik al. Geef dat ding hier. Danny, je gaat vandoor. Hou hem tegen. Nee, Dan. Dan. Oh, ik vind het toch wel een beetje spannend als Danny gaat. Oké. Maar ik wil niet dat Danny valt. Ik zie het. Dan, iets breder staan, Hoe knieën, Nee, Dan! Ik ga dit doen. Dan, kut! Rennen. Kom, we gaan naar binnen, fuck Sam. Ja, kom, we gaan naar binnen. Hey, fuck Sam, kom, let's go. Laat het Sam! Doe ja. Dan, heb je smetvrees? Ja, zeker. En dan? Ja, we gaan lekker bowlen. We gaan lekker bowlen. Aan de andere bowlen. Kan je een beetje bowlen? Ik kan wel een beetje bowlen, ja. Ik wil jouw vingers. Mijn vingers passen dus niet in de bowlingballen. Ja, het klinkt heel raar, maar... Heb jij een ziekte? Nee, ik heb gewoon hele dikke vingers en die passen gewoon niet in die drie gaatjes. Ik denk dat vrouwen er wel blij mee zijn dat jij hele dikke vingers hebt. Ja jongens, de mooie bowlingschoentjes gaan aan. Wat? Sokken. Heb je geen sokken? Dat is degene na mij. Gadverdamme. Hier dan, vanaf hier dan. Kom op, Dennert. Jij bent echt heel slecht. Ja. Wie wint, die krijgt bellen voor een weekendje. Ja, deal. Okay. Wat als ik nu een strijk ga? Dan geef je ons allemaal 10 euro. Nee, als jij strijkt, dan denk ik 5 stops, dus die moet zeggen. Haal jij die dan? Nee, jij neemt deze strijk. Als ik nu een strijk ga, Luc doet het dan. Now you can't afford it. Champagne Perrier. Finish friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartier's. Hey jongens, Sam kan beter stoppen. Maar stel, Sam gaat op date met een meisje bowlen en ze ziet dit. Nou, dan loopt het mij weg hoor. Wat doet hij? Sam! Als ik nu een strijk gooi, neem jij en Danny een atje, ja? Atje voor de sfeer. Oké. Danny! Ik kom in dit jongens. Ik ben oud. Ja, je kunt hem niet opwachten. We gaan best wel kijken. Yes! Bring het! Goed. Je bent bijna sperp. Sam, je kan het. Sam! Nou, Sam! Hey. Oh. Kijk dan! Nee! Oh! Er zit een bord aan, gewoon recht achter. En dan daar los. Ik ben zo slecht in bowlen, jongens. Ik kan niet richten. Het lukt me gewoon niet. Wat ben jij slecht? Nee. Niekertis. Nee. Nee, het is mijn bal.
Nee, hij is van Niek. Bal. Hij is van Niek. Vijf bal. Sam, kom, ga mee. Daar maar heen. Draaien aan de reuzenrad. Oké, als we round en round gaan, ik voor jou. Round en round, kom. Aan de reuzenrad. Sam en ik gaan even draaien. Ja, gaan. Dan maak je hem open. Doe wij draaien een keertje. We gaan even voor het draaien, maar nee, waar is je sound effect? Yes! Let's go! Oké. Wat gaan we halen, Sam? Wat gaat het worden? Ballonnen! Oh, ballon. Eén ballon. Niek. Ben je er klaar voor? Ja. Shotje! Shotje! 20 limoncello shotjes. Nee, 5. Geen 20. Ik ben de baas. Ik ballonnen. 20 limoncello. En ballonnen. Ballonnen? Nee, doe maar. Nee, 5. Hey, Sam. Sam, ik heb net voor jou gegooid. Weet je wat ik gegooid heb? Een strike. Op welke baan staan jullie? Yes! Wat is even een slappe bal, man. Deze is altijd beter. Waarom gooit hij zo hoog? Zo, ik ben weer lekker thuis en ik ga lekker slapen. We hebben een hele leuke avond gehad. We zijn lekker uit eten geweest, we hebben lekker gebold en we zijn nog even naar de stad geweest. Maar nu is het echt tijd om te gaan slapen. Dus vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.